goed voor je rechter buikspieren, maar met name gecentreerd op de onderste buikspieren. Ga maar liggen. Op de grond. Benen 90 graden. Schouders mag je heffen. Maak de oefening net iets zwaarder. Of je legt je hoofd neer. Handen onder de heupen. En de benen blijven nu in deze positie. Knieën niet meer buigen. Helemaal strak houden. Vanuit de heup gaan we de benen laten zakken naar de vloer. En je brengt ze weer omhoog op die 90 graden. Dit is alles wat er gebeurt. Blijf letten op die knieën. Niet bewegen. Alleen maar vanuit de heup. Wil je hem nou nog zwaarder maken? Plaats je handen naast het lichaam. En laat je je benen zakken. Let hierbij op dat je rug niet buigt. Alles blijft strak, gespannen. Contact met de ondervloer.